Het kost de nodige moeite, maar na een lang juridisch gevecht met de gemeente is het Kamel Shabrani toch gelukt. Hij zit met zijn sportschool in het pand aan de Van Halsraad in Westerpark. Shabrani had een akkoord om de gym te huren, maar toen een bedrijf er voor veel geld in wilde, werd hij gepasseerd. Na veel getouwtrek krijgt hij toch gelijk en zit hij in het pand dat al 50 jaar heilig is voor kickboxers. En later de calorieën weer aftrainen. Ja? Je had vroeger drie bekende sportscholen. Dat waren Majiro Gym, dat was Force Gym en Shakuriki. Ja, en ik zit nu in het pand van Shakuriki. We hebben natuurlijk een hele moeilijke periode achter de rug. Ondanks dat hebben we gelukkig wel weten te presteren. Maar de omstandigheden waren gewoon niet goed. Nu de omstandigheden veel beter zijn, dan kunnen we natuurlijk nog een leveltje omhoog met de topsporters. De bekende trainer Tom Haring is een van de grondleggers van het kickboksen in Nederland en opende hier in 1972 de Shakuriki Gym. Bekende Amsterdamse vechters zoals Hesdy Gerges en Badr Hari hebben hier hun eerste stapjes van hun carrière mogen zetten. Ook Saskia van Rijswijk was een van de kampioenen onder Tom Haring. Ik was een beetje rebel op straat, een beetje avonturierster. En dan kom ik hier en dan moet je eigenlijk gewoon die discipline leren. Dus je moet eigenlijk je hebt helemaal geen grote mond. En je moet gewoon luisteren wat een leraar op dat moment zegt. Er waren hier toen al echt 60 of 70 meisjes aan het trainen. Hè? Dat is best veel, waarvan heel veel vanuit het Full Contact Karate kwamen. Veel talent hadden en ook erg gewend waren om ook al te sparren, zeg maar. Dus ik moest in het begin wel gewoon echt wel wennen. Dit is natuurlijk een pand wat gewoon historisch is. Hier heeft natuurlijk volgens mij vanaf 1972, dat was nog voordat ik zelf ben geboren, heeft Tom Haring hier natuurlijk zijn Shakuriki gehad, wat natuurlijk een legendarische sportschool is. Is geworden. Ik zit hier natuurlijk met de Elite Training Center en wij gaan ervoor zorgen dat wij ook onze eigen historie gaan schrijven. Dus ik ben heel gelukkig. Ga je jezelf nog ooit uit? Als het aan mij ligt, hoef ik er nog niet uit tot ik er niet meer ben.